Zeg, Tomorrowland met Oscar and the Wolf. Ik denk dat het een van de meest opvallende namen is op de affiche. Ik denk dat veel mensen zoiets gaan hebben van... Allee, wat doen ze? Volgens mij is hier nu. Ik weet zeker dat iedereen er wat zal springen en dansen. Vraag me dat. Ik ben echt benieuwd hoe ze dat gaan doen hier. Ik ben ook heel benieuwd, maar ik denk dat dat sowieso los gaat gaan. Ja, ik vraag me ook af. Het is de 13e editie. 13 ongeluksgetal. Zijn jij bijgelovig eigenlijk? Of niet? Ladders. Ladders? Ik ga niet onder ladders. Nee? Serieus? Dat is altijd. En zelfs zo, soms zijn er zo van die kranen waar dat ze dingen in verhuizen. Daar doe ik ook zelf niet onder. Maar dat staat dan echt heel ver op straat. Dus ik moet dan echt lang... Allee, dat is het enige dat ik eigenlijk bijgelovig in ben, is ladders. Ja. 13 en zo, dat is echt al... Nee. Is nog nooit eens misgelopen op een 13e. Nee, oké. Okay. Nee. Het was ook dat ik las Peter Gabriel, die maakte vroeger in zijn studio muziek tussen de velden. En als de koeien dan aan zijn ruit kwamen likken, dan wist hij, we zijn aan een goede song bezig, dit wordt een goeieke. Heb je zoiets als je aan muziek aan het werken bent, een voorteken? Nee, vooral als de vibe, als ik er zelf op begin te dansen, zoals ik zelf echt... Ah, ja, oké. Okay. Ik moet er altijd zelf fan van zijn. Ja, dus misschien, uiteraard. Dat is toch wel een gezonde pretentie of zo dat je nodig hebt om zo echt zo het beter te vinden dan wat je al gedaan hebt. Ja. En dan zo, ja. Dus, dat moet ergens beginnen. Vibe. Ja. En de vibe zit goed bij Infinity, nieuwe album. Zeker. Ja, ik ben mega blij met wat ik heb kunnen maken deze keer. Ik voel dat het matuurder en zo geworden is ook. Ja. Dus ik ben daar blij om. Is de foto die je aan het teasen bent, is dat ook al de hoes? Ja. Met jou erop zo heel donker. Wat mij meteen opviel, naast zo de kleur in je ogen, Photoshop of kleuren, ik weet niet, is zo die één traan. Ja. Zit daar iets achter? Ik wou een foto dat iets tussen de mensheid en tussen iets supernatural had in mij. En die Infinity is het soort... Je kunt enkel eeuwig leven als je, denk ik, een supernatural bent. En die traan is dan eigenlijk een metafoor voor het feit dat ik dan wel human ben, eigenlijk. Dus ik sta er supernatural op, maar die traan is het human door te zeggen dat Infinity dat mij verlaat. Dat mijn verlangens zijn. Nee, maar dat is gewoon dus dat eigenlijk de menselijke emotie die er nog doorcijpelt. Voilà. Op die manier. Alleszins, Max, merci man, tot hier te komen. Graag. Doe dat goed op Tomorrowland. Merci. En ik kijk enorm uit naar die nieuwe plaats.